klaar voor chef? Altijd. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe Rudy's Recepten! Jullie weer kijken en we hebben weer een fantastisch leuk recept voor jullie. Een hele makkelijke. Je hebt het ooit een keer voor mij gemaakt. Op de pannenmoes nog in Gorinchem. Wanneer eet je dit? Dit eet je als je... Dit eet je op zondag. Gewoon geen zin hebt om te koken. Als je eigenlijk niet zo zin hebt om te koken. Of als je juist misschien met kids. Lijkt me ook wel leuk. Oh ja. Kinderen is het ook wel leuk om te maken. Makkelijk. En met kinderen maken. Met kinderen. Weet je, als je met je kids iets wil koken. In plaats van taart. Ja, nee, maar het is een vrij simpel recept. En het is gewoon lekker, denk ik, voor een beetje een weekend eigenlijk. Oké. Toch? Een beetje een weekend dish. Dus, hou ons niet langer in spanning. Wat is het recept van de week? Vlamkoeken, maar dan van flatbread. Vlamkoeken van flatbread. Flatbread, ja. Flatbread. Normaal, vlamkoeken zijn kleine soort pizza-achtig dingetjes. In Oostenrijk komen ze veel tegen. En op een hele hippe plek op het terras ook. Is het hip? Dat is best wel hip. En het komt volgens mij origineel uit het noorden van Frankrijk, Elzas. Daar heet het weer anders, maar anyway, het is lang verhaal. Het enige ding is met vlamkoeken heb je een soort pizza over nodig. Eigenlijk eentje met zo'n warmtesteen erin, weet je wel. Dus je kan ze op de barbecue bakken met zo'n steen. Of in een speciale pizza oven met onder- en bovenwarmte, weet je, dat die heel heet wordt. Omdat het echt moet echt bakken op zo'n steen. Dat hebben de mensen allemaal niet thuis. Nee, daarom. Dus daarom maken we niet van vlamkoeken, maar van flatbread. Flatbread is dat Libanese brood. Van die, van die platte. Pak het er maar even bij. Platte broodjes. Flatbread. Flatbread. Maar laat maar lekker zien aan de kijker wat dat precies is. Een plat broodje. En die kun je vast wel in de supermarkt kopen. Een soort wrap toch eigenlijk? Ja, dat is meer een beetje pita-achtig. Ja. Wrap pita-achtig, dat lijkt een beetje op. Maar dit koop je net van de supermarkt. Ligt bij de broodafdeling vaak onderop. Oh ja, van die zakken. Van die zakken, ja. Je kan er natuurlijk alles op doen wat je wil. Want het is, ja, je gebruikt eigenlijk als een soort pizza-bodem. Vandaag maken we een flatbread vlamkoeken met spinazie en feta. En pijnlijkertjes. Gezond, vegetarisch. Vegetarisch, ja. En mocht je het niet vegetarisch, dan doe je lekker spekjes erbij zo. Top. Oké, nou laten we beginnen. Wat hebben we nodig? Nou, flatbreads. Hoeveel per persoon? Is het gewoon één per persoon, denk je? Ja. Ik zou gewoon zo'n pakje kopen. Ik denk wel twee hoor, als je honger hebt, eet je wel twee van deze. Ja, twee van die, ja. Maar wij maken gewoon eentje nu. Voor de vorm. Voor de vorm. Zak spinazie. Een teen knoflook. Crème fraîche. Pijnboompitjes. Feta. Hoeveel vak? Nee, 123 gram. Ik weet niet wat. Ik zal het scheef geen recht is. Oké, in ieder geval een beetje zo rond de 200 gram. Vers gemalen peper. En we hebben als attribuut een spuitflesje. Maar dit heeft niemand natuurlijk. Alternatief? Niks, een lepel. Mm. En dat is eigenlijk, die spuitfles is alleen maar om het een beetje leuk erop te doen dadelijk, de vetten. Oké. Okay. Of de dingen. Ik ga dat niet zeggen. Dit is alleen maar om het erop te doen dadelijk, maar anders doe je met een lepeltje. Ja, oké, is goed. Ja? Nou, let's go. Oké. Okay. 1. We moeten beginnen met het roosteren van de pijnboompitjes. Even roosteren, goed in de gaten houden. En ik plaats altijd aanbranden, weet je nog? Ik ook. Oh ja? Jij ook? Ja, wel eens. Nee, maar kijk hoe je chef. Ja, dan zit ik van niet te letten. Je kan zelfs een best ook komen. De pan gaan ondertussen dan pesto maken. Oeh. Van de spinazie met de feta. Huh? Pesto van spinazie? Pesto van spinazie. En niet van basilicum? Nee. Waarom niet eigenlijk? Omdat we nu een flatbread vlamkoeken gaan maken. Oh. Met pesto. Oké. Okay. Lekker. Oké. Okay. Dit is altijd een beetje op gevoel, die pesto maken. Twee handjes spinazie ongeveer. Twee handjes spinazie. Goede scheut olijfolie. Klein beetje feta, klein brokje. Ja. Maar we doen niet te veel, want het is heel zout. Oké. Okay. Anders wordt het dadelijk te zout. Wat moeten we dan met de rest doen? Die doen we op de pizza dadelijk. Oh, oké. Knoflookteentje.
Oké, de pijnboompitten zijn aan het roosteren. Die gaan zo meteen bij de pesto erbij. Dan kun je ondertussen je oven voorverwarmen op 180 graden. 180 graden. Zo. Nou, die staat vast aan. Ik heb het rooster heb ik even uitgehaald. Dan leg ik hem zo meteen op, want dan kan ik het alvast erop leggen dadelijk. Dan is het zo warm, weet je wel. Ja, precies. Pijnboompitten gaan hierbij. Niet alles, gewoon een deel bewaren we. Maar dit is echt heerlijk. Oh, lekker. Oké, dan gaan we deze pesto gaan we in dit dingetje frutten. Oké. Even doen. Nou, dan kunnen we de pizza gaan aankleden. Of eigenlijk de vroomkoeken gaan aankleden. We moeten altijd even kijken, daar heeft een kant die is een beetje misvormd. Een beetje maanlandschap. Het is niet zo handig om daar die kant te doen. Dus ik zou de gladde kant pakken. Zie, deze is wat gladder. Nee. Oké, volgende. Crème fraîche. Is al klaar. Klein beetje peper alleen erbij. Oké, en in een bakje dan dus. Ja, dan gewoon een kommetje. En een lepeltje. In het midden. Ja. En gewoon verdelen. Het zal zo meteen als het warm wordt nog een beetje smelten ook. Oké. Dus het hoeft niet super goed of zo, weet je wel. Maar gewoon lekker een beetje tot aan de randjes. Topper. Zo, lekker insmeren. Ja. Pesto. En waarom ik hem hier in heb gedaan, is dat je dan mooie lijntjes kan zeggen. Een hartje in tekenen. Oeh, dat ziet er mooi uit. Een beetje vetter, dan mag je hem helpen. Verkruimelen of wat? Ja, doe maar een beetje verkruimelen, een beetje erop. Beetje zo. Die pijnboompitjes. Ja. Eroverheen. Dit ziet er nu al top uit, joh. Zo, dan kan je als je wil nog spekjes doen. Ja. Maar niet. Misschien een rood uitje zo noemen we lekker. Oeh. Maar dat doen we ook niet. We doen het lekker basic. Ik heb er een zeel op een bol. Nou, dan is de oven ondertussen warm. Dus dan schuif hem zo in de oven. Schuif hem zo in de oven, ja. Hoe lang? Ik denk 7 minuten. 7 minuten? Wat denk jij? Ik heb geen idee. Ik ben hier met jou op les. Oké, we gaan 7 minuten zo doen, hè? Oké, hij is klaar. Even kijken hoor. Wat een mooi. Plankje. Altijd even checken of die goed crispy is geworden. We hebben nu 7 minuten gedaan, dat is precies goed. Misschien is hij oven duurt hij wat langer over, is hij wat minder warm, weet ik niet. Dit is een diepvriespizza, moet je ook even checken. Hoe doen wij dat dan? Nou, kom. Kijken ernaar. Nu hebben we nog een paar spinazieblaadjes die we erop doen. Oké. Kijk. Kleine blaadjes, die zijn het leukst. Ja. Goed. Nou, snijden we gewoon met de pizzasnijder, snijden we in stukjes. Wel echt heel lekker. Mm-hmm. Nou, wat een top recept weer dit, jongens. In echt 15 minuten en dan heb je gewoon... Hoppie lekker. Oké, jongens, dit was hem dan. Bedankt. Voor het kijken. Bedankt voor het recept. Oh ja, graag. En bedankt voor het kijken, jongens. En als je deze nou zelf thuis ook hebt gemaakt en je wil dit met ons delen, dan kan dit. Tag vooral @RudyCulinaire op Instagram en @GoWithFlow. En dat vinden we altijd leuk om te zien. Dus jongens, ik zeg smakelijk eten. En tot volgende week. Dag!